Dit is dus de voorkant van de zwerm die waarschijnlijk gisteren of eergisteren in een appelboom terechtgekomen is. En wat je nu ziet op de voorkant van de zwerm, dat ze duidelijk bij de dansjes aan het uitvoeren zijn. Blijkbaar hebben de speurbijen nieuwe locaties gevonden om zich te huisvesten. Ik sta op een wankel trappetje, dus het is een beetje een trillerig beeld. Maar je ziet duidelijk al die trillende bijen. En je ziet een aantal zie je met de kop naar beneden staan. Maar andere die wijzen een andere richting aan. Dus blijkbaar hebben ze nog niet helemaal overeenstemming bereikt. Ook aan de andere kant van de kast valt er licht iets anders op. Ook aan deze kant staan ze te trillen en te dansen. Nou, soms duurt het dan een hele tijd. Je ziet de onderkant van de ingang van het kastje. Blijkbaar hebben ze daar geen belangstelling voor. De tros die loopt door. Verder tot boven deze tak. Nou, laten ze maar rustig aan gang gaan. En de bijen weten het wel beter.